We doen het allemaal, meermaals per dag zelfs eten. Voor veel mensen is dit een moment van rustig zitten in goed gezelschap en eventjes lekker kunnen genieten. Ook heb je soms even geen zin om te koken of heb je wat te vieren. Dan ga je misschien wel uit eten. Je kunt natuurlijk uit eten bij de plaatselijke Chinees of brasserie. Maar in Nederland is er ook een heus aanbod aan luxe restaurants. Maar zelfs in deze categorie hoogculinaire eetgelegenheden is er veel spreiding wat betreft aanbod in gerechten en prijsklassen. Daarom vandaag de top 10 duurste restaurants in Nederland. Voorafgaand een kleine disclaimer: de prijzen die zijn gebruikt voor het samenstellen van deze top 10 zijn gebaseerd op gemiddelde prijzen van menus. Dit is vaak exclusief bij gerechten en wijnarrangementen. Dus reken je maar niet gelijk rijk, voor de full experience ben je toch echt duurder uit. Het eerste restaurant in het lijstje is gelegen in het pittoreske Zuid-Limburgse Heuvelland. Het wordt gerund door de familie van de Bunt en werd gestart door Paula en Sandra in 1988. Wat tot dan toe een oude vakwerkboerderij was, werd in 8 jaar tijd omgetoverd tot Michelinster waardig restaurant. Dat het restaurant alle jaren goed presteerde bleek in 2007, wanneer het de 2e Michelinster ontving. Dat het restaurant staat voor vakwerk blijkt al uit de slogan: No taste, no glory. Dit motto komt terug in het menu van de eetgelegenheid, genaamd Menu Sensatie. Dit menu bestaat uit maar liefst 6 of 7 gangen en kost je €110. Maar dan heb je slechts de gerechten. Er kan ook een aansluitend wijnarrangement worden gekozen. Dat kost je nog eens €60 extra. Dat zal dan uiteindelijk een heerlijke sensatie zijn, aldus de chef. Dit landhuis is gelegen in Breda en biedt naast functie van restaurant ook gelegenheid voor het houden van zakelijke bijeenkomsten, bruiloften en culinaire workshops. Vooral het restaurant presteert erg goed, blijkend uit de beoordeling met de Michelinster in 2005. Chefkok Maarten Kams heeft een groot team om zich heen die de gasten voorzien van heerlijke gerechten en wijnen. Dat dit restaurant niet goedkoop is, blijkt al uit de prijs voor een lunch. Die kost je zo'n €100. Dan krijg je wel 4 gangen inclusief bijpassende wijnen. Maar Wolfslaar biedt uiteraard ook menus voor het diner aan. Deze bestaan uit een 6 gangen verrassingsmenu, inclusief bijpassende wijnen en kost je €125. Ook dit is natuurlijk een hoge prijs, maar dan heeft de chef wel alle Michelinsterren van de hemel gekookt. Het volgende etablissement werd al in 1961 opgericht als toenmalig theehuis. Al snel werd er een heuse horeca gevormd op de locatie die goed draaide. Dit werd bevestigd door de bekroning met de eerste Michelinster in 1978. Hier bleef het zelfs niet bij, want in 1991 volgde de tweede ster al. Niet alleen de chef van dit restaurant presteert uitmuntend. Gastheer Peter Bruins doet het ook lekker. Hij werd meermaals verkozen tot beste gastheer van Nederland. Dat je heel wat kunt verwachten van dit restaurant blijkt dus uit de sterren en de onderscheidingen van het personeel. Maar de prijzen van de gerechten liggen er dan ook niet om. Het menu van het huis, genaamd Bokkendoorns 7 gangen menu, kost maar liefst €140. Dit is dan wel even diep in de buidel tasten, maar er is ruime variëteit aan gerechten. Bij het restaurant van chef-kok Fred Mustert eet je volgens de filosofie van Fred. Hij serveert gerechten die gebaseerd zijn op de Franse cuisine, maar hij heeft er een eigen draai aan gegeven. In zijn Walhalla kom je geen poespas tegen op je bord. De gast krijgt producten voorgeschoteld zoals ze zijn. Puur en vol van smaak. Fred houdt van koken met schaal- en schelpdieren. Niks fancies, gewoon verse, licht verteerbare producten op het bord. Dit klinkt allemaal eenvoudig en simpel, maar het paradepaardje van het restaurant is het zogeheten menu en spranchon. Dit menu bestaat uit 8 gerechten en krijg je al voorgeschoteld voor €150. Maar dat is niet het enige high-end product dat Fred aanbiedt. In zijn etablissement kun je ook terecht voor een winetable, cadeaubox of zijn eigen wijn, Wijnfred. Kortom, wil je goed en duur eten, ga dan naar Fred in Rotterdam. Chefkok Martin en zijn vrouw Marjan presteren ook al jarenlang voortreffelijk in hun zaak. In restaurant De Lindenhof worden gasten ondergedompeld in zintuigelijke smaakverrukkingen.
Het restaurant kenmerkt zich niet alleen door de uitzonderlijke prijzen, maar ook door de sfeer. Die is huiselijk en kleinschalig. Met als doel de gasten zich zoveel mogelijk welkom te laten voelen. Terug naar het prijsniveau in dit restaurant. Dat ligt, net als de kwaliteit van de gerechten, hoog. Chefkok Martin weet wel raad met zijn prijzen en heeft het menu Martins Keuze beprijsd op €165. Maar dan word je ook flink verwend. 12 perfect uitgebalanceerde gerechten. Maar dan wel exclusief wijnen of andere drankjes. Hoewel dit bedrag als torenhoog klinkt, biedt het restaurant ook nog veel duurdere arrangementen aan. Van een lazy Sunday tot aan een zeilweekend geheel onder verzorging van chef Martin, het kan allemaal bij de Lindenhof. De volgende topper uit het lijstje is ook gelegen in Rotterdam en heeft maar liefst 2 Michelinsterren. Van een all-inclusive ontbijt tot aan een hoogstaand kwaliteitsdiner, FG heeft het allemaal. Het restaurant van François Geurts biedt naar eigen zeggen alleen het beste van het beste. Chefkok FG en zijn personeel willen de beste gerechten. Glazen, atmosfeer, akoestiek, alles moet op en top zijn. Dat alles tip-top is aan het restaurant betekent niet dat er alleen een extravaganza publiek wordt verwacht. Naar eigen zeggen is iedereen welkom, er is geen dresscode. Stiletto's, sneakers of een spijkerbroek, het mag allemaal. Maar dan het aanbod. Het 9 gangen menu van maar liefst €210 spant de kroon. Maar dan is er nog geen wijntje bij geteld. Dit is uiteraard mogelijk, maar dan betaal je nog eens €80 extra. Het restaurant biedt zeer luxe gerechten aan, blijkend uit de bijgerechtjes truffel en kaviaar die voor slechts €21 bij te bestellen zijn. Dus wanneer ga jij deze plek bezoeken? PS, groetjes van FG. Het volgende etablissement is gelegen in de polder van Zeeland, tussen de Ooster- en de Westerschelde. Snap je nu de naam? Tussen de Scheldes, a.k.a. Interscaldes. Goed, op deze locatie kun je niet alleen chic dineren, Interscaldes is een zogeheten manoir-restaurant. Dit betekent dat de eetgelegenheid is gesitueerd op een groot landgoed. Daarom kun je er ook overnachten, dus feitelijk is het een restaurant en hotel in één. Interscaldes serveert vooral gerechten geïnspireerd op de lokale Zeeuwse keuken. Daarom zie je op de kaart veel gerechten met kreeft, oesters, mosseltjes of zeebaars voorbij komen. Het 8 gangen specialiteitenmenu kost per gast €225. Doe maar! Wat het menu precies inhoudt, kan ik je niet vertellen, ik heb er nog nooit gegeten. En bovendien kan het nogal veranderen door de seizoenen heen. Maar dat ze er verstand van smaak hebben, dat staat zeker vast. Dan zijn we alweer aangekomen bij de top 3 duurste restaurants in Nederland. Daarom op nummer 3 en Moschik. Het restaurant opgericht door Moschik en Salem in Amsterdam. De zakenpartners vulden elkaars wensen goed aan. Moschik had een nieuwe visie op koken en Salem bracht deze plannen tot actie. En dat is gebeurd met succes. Het luxe etablissement heeft al 2 Michelinsterren op zijn naam. Met een groot aanbod aan kleine gerechtjes biedt het 4 gangen menu een uitkomst. Voor €230 per persoon krijg je kaviaar, langoustine, ree en vele andere culinaire hoogstandjes. Maar ja, dan heb je alleen nog maar kleine gerechtjes. Je wil natuurlijk ook nog wat drinken. Dat kan. Bij het 8 gangen menu kun je ook nog een groot wijnarrangement bestellen. Dit kost je nog zo'n €140. Proost! Bij Johnny en Therese maken ze van eten een heugelijk feest. De liefde voor alle producten en mooie wijnen wordt overgedragen naar de gasten via luxe gerechtjes. Hun restaurant De Libreye is gelegen in Zwolle, waar de eigenaren beide ook vandaan komen. Ze weten ook veel van streekproducten en proberen die zoveel mogelijk te gebruiken voor hun gerechten. Johnny en Therese erkennen zelf geen echte specialiteiten te hebben. Als je kookt met hart en ziel, je steekt er gevoel in, dan is volgens hen eigenlijk alles al speciaal. De kunsten van de chefs en hun personeel worden samengevoegd in het Libreye's 10x mini-menu. Dit bestaat uit, inderdaad, 10 gerechtjes met een aantal klassiekers ertussen. Denk hierbij aan een broodje paling of een Indische curry. Maar dan natuurlijk vol smaak en liefde. Het menu komt inclusief 5 wijnen en kost €252,50. Maar dat is natuurlijk niet alles. De Libreye focust zich niet alleen op luxueuze gerechtjes. Therese houdt zich ook enorm bezig met bijpassende wijnen.
Ze proeft wekelijks meerdere wijnen en zoekt de optimale balans tussen smaken. Alles met het doel een perfecte combinatie te vinden en de gast op en top te kunnen laten genieten. Het absolute hoogtepunt wat betreft prijsniveau en gastronomie vind je in Nederland bij Shell Bleu in Amsterdam. Het etablissement werd bekroond met maar liefst 2 Michelinsterren, maar dat is niet alles. Zelfs de wijnkaart is officieel bekroond. Maar wat krijg je dan? Allereerst vindt deze dining experience plaats op de 23e verdieping, boven Hotel Okura, wat je misschien wel kent. En dan naar het allerbelangrijkste, de gerechten. Deze zijn alles behalve eenvoudig, maar er is keuze uit 2 hoofdmenu's en een exclusief caviarmenu. En de laatstgenoemde is het duurste. Als je naast ieder gerecht van je 10 gangen menu nog eens 10 gram caviar wil hebben, betaal je €475 per persoon. Eet smakelijk. Ben jij inmiddels al aan het watertanden of houden de prijzen van deze sterrenrestaurants je toch nog tegen voor een bezoek? Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Je kunt altijd zelf nog voor sterrenchef spelen in je eigen keuken. Bedankt voor het kijken van deze video. Geef een like als je het leuk vond en laat een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Joe!